dat die hele gabberscene dat het al bijna niet meer was. Maar dat is volgens mij nog heel erg groot. Ja, hij is vrij groot, maar omdat het weinig op tv is, denken mensen die eigenlijk niet in de scene zitten, dat het er niet meer is. Maar hij is nog groot hoor, geloof ik. En zijn het een oude of jongere mensen? Want ik ken het nog van vroeg van Thunderdome. Dat die hele gabberscene dat het al bijna niet meer was. Maar dat is volgens mij nog heel erg groot. Ja, hij is vrij groot, maar omdat het weinig op tv is, denken mensen die eigenlijk niet in die scene zitten, dat het er niet meer is. Maar hij is nog groot hoor, geloof ik. En zijn het dan oude of jongere mensen? Want ik ken het nog van vroeg van Thunderdome. Dat die hele gabberscene dat het al bijna niet meer was. Maar dat is volgens mij nog heel erg groot. Ja, hij is vrij groot, maar omdat het weinig op tv is, denken mensen die eigenlijk niet in de scene zitten, dat het er niet meer is. Maar hij is nog groot hoor, geloof ik. En zijn het dan oude of jongere mensen? Want ik ken het nog van vroeg van Thunderdome. Dat is een beetje hard eigenlijk voor jou. Uitvoer is voor mij een uitlaatklep. Voel dat je met 10.000 of wel meer mensen daar staat en dezelfde liefde voor deze muziek genen hebt, dat is een speciaal moment. Ja? Ja. Want je staat daar dan zo op een dansvloer, 10.000 man. Wat voel je dan? Iedereen heeft voor zijn eigen, zeg maar, zo'n verliefd gevoel, weet je wel? Als je dat gevoel zo hebt, dat die muziek zo in je buik gaat, dat is vast heel veel gehad voor liefhebbers, die zullen vast wel zeggen, ik begrijp wel wat ze bedoelt. Ik wist niet dat het nog bestond. Ik had zo'n beeld van kale mensen. Iedereen is zijn eigen ding. Vroeger was het vast veel meer dat je in trainingspak rondliep en dat soort dingen had. En meisjes ook half kalf schoren en zo. En dat zie je eigenlijk heel weinig nog. Iedereen heeft zijn eigen stijl eigenlijk ontwikkeld. Ik ben nog nooit naar het gabberfeest geweest. Ik wil het straks goed doen. Wat moet ik weten? Wat moet ik weten van de scene om straks een echte gabberin te worden? Je moet gewoon jezelf blijven, lekker dansen, lekker hakken hoe je jezelf goed bij voelt. Ja, hoe kan je het zeggen? Alle zorgen, denk ik. Je hoeft even nergens aan te denken als je op zo'n feest bent. Even gewoon van het feest genieten en van de DJ's. En, nou ja, als je bij een feest weg bent gekomen, dan is het weer er allemaal af. We gaan straks tot 7 uur in de ochtend hakken. Hoe gaan we dat vanavond volhouden? Nou, we hebben al aardig wat drank gehad. Dus wat jointjes roken en zo, maar we zien vanavond wel. Oké, maar even dames, we willen helemaal uit de plaat gaan. Ja. Gaan we daar wat hulp bij gebruiken of gaan we daar wat hulp bij gebruiken? Nou, sowieso geen speed en zo, dat soort dingen. Hier noemen ze het pep trouwens. Maar heel misschien een pilletje, dat kan wel. Gewoon, Okay. En is het dan één pil of is het, want soms zie je gasten die er 3 of 4 in gooien op zo'n avond? Nee, dat sowieso niet. Ja, meerdere pillen, dat lijkt mij net als een medicijn, weet je wel. Het is een gebruiksaanwijzing die je erbij hebt. En ja, voor mij, ik zie het niet echt zitten om een overdosis of wat dan ook te krijgen. Als ik me prettig bij voel bij één, waarom zou je 2 doen? Dames, we gaan straks naar het feest, maar ik mis nog wat.
Ja, en daarom heb ik een leuke outfit voor je uitgezocht. Als je grappig die meneer de uil en een bruin portret in de blender gooit, dan is het resultaat een gabberend strijder. Dames, we gaan hakken. Tegenwoordig zie je echt nette meiden, leuke jongens, inderdaad, je ziet het wel, maar echt iedereen kan er eigenlijk naartoe. Het is niet meer een stereotype wat op hardcorefeesten loopt. Wat is volgens jou veranderd in de gouden wereld? Nou, ik denk, vroeger had je echt wat, dat samenhorigheidsgevoel, heb ik nog steeds wel, maar toen was het allemaal dezelfde kleding, echt, dezelfde muziek, maar tegenwoordig kun je van alles dragen en ook alle verschillende manieren van dansen. Ze zijn net al, je kan dansen hoe je wil, maakt niet uit. Het enige wat je niet moet doen is jumpen op een hardcorefeest, dan ga je dat kom je niet meer. Maar voor de rest... Maar toch mensen met een rotdas en pakken, dat zie je niet echt. Nee, okay, dat zie je niet, maar natuurlijk niet van hardcore, maar al doe je dat, lekker boeiend, weet je wel, als je van muziek houdt. Maar dan word je wel aangekeken, toch? Ja, maar ja, dan word je sowieso aangekeken. Nou, die houthakkers juist wel altijd op vaker stop bij sommigen wel. Ja, maar dan zonder iets aan, neem ik uit. Nee, maar jij was niet bij het ontstaan van de gabber, de hele Thunderdome-tijd?